Activist Stefano Biervliet heeft vanmorgen met honderden mensen geprotesteerd voor het presidentieel paleis en de Nationale Assemblée. De actievoerder heeft de regering gevraagd om haar beleid aan te passen en onmiddellijk de brandstofprijzen terug te draaien. Biervliet werd door de politie ervan weerhouden om met een stoomtruck door de straten van Paramaribo te rijden. Uiteindelijk werd de activist toegelaten om het woord te voeren met een delegatie van het parlement onder leiding van assembleevoorzitter Marinus B. Om naar ons kinderen te kijken, ons huur te betalen, dat is nutsvoorzieningen. Wat moeten we doen? Wat is jullie plan? Omdat men ziet dat in de winkel alle de prijs. Ik ring. Maar je salaris is dan. En als je naar van straat in de isabtak aan de roko. Als je naar een leerkracht in de isabtak aan de roko. Als je naar een politieambtenaar in de isabtak aan de roko. Als je isabtak je naar een veld in de straat in de isabtak aan de roko. Dat is dan mij. Lek wat bekend man. Samanga u alamalaja, uno dat no tapumofo. B deelde de groep actievoerenden mee dat hij geen deel uitmaakt van de uitvoerende macht. Echter zal hij de aangekaarte problemen voorleggen aan de regering en de rest van het parlement om zo tot gepaste oplossingen te komen. Wij hebben een verantwoordelijkheid in de trias politicas als vertegenwoordiger van het volk. Daarom heb ik gezegd vanaf het moment dat ik van die actie heb gehoord, ik ga niet voor confrontatie. Ja, ik ben vroeg hier aangekomen vandaag om me beschikbaar te stellen, om u te ontvangen, zodat wij de informatie die wij van jullie krijgen kunnen kanaliseren. B en enkele collega's, waaronder Edward Belfort en Patricia Etnel, kwamen de verhitte menigte toespreken. Belfort vroeg de actievoerders een vreedzame actie te blijven voeren en respect te blijven tonen aan een ieder.